Dan de politie in Brabant heeft kort geleden deze compositiefoto laten maken. Deze man wordt daar namelijk nog altijd gezocht omdat hij een 34-jarige vrouw probeerde dood te schieten. Rosmalen, terug naar een jaar geleden. Donderdag 15 september 2016 is een warme, nazomerse dag geweest. Iets voor 11:30 die avond is het nog steeds ruim boven de 20 graden. Op dat moment is in een van de huizen aan de Grote Wielenlaan in Rosmalen een dan 32-jarige vrouw alleen thuis. Nu het eindelijk wat is afgekoeld, wil ze nog even wat tv kijken en dan naar bed. Rond datzelfde tijdstip rijdt een scooter door de Ariastraat. Een straat die parallel loopt aan de Grote Wielenlaan. Een paar minuten later is de scooter er weer. Zonder dat de vrouw het doorheeft, komt de man haar achtertuin in. Hij stopt pas vlakbij het raam. Hoewel de man van vlakbij dwars door de ruit heeft geschoten, heeft hij haar gelukkig niet geraakt. Ja, we hebben nu aan de telefoon mevrouw Van Pelt. Mevrouw Van Pelt, nou is dit bijna een jaar geleden gebeurd, maar dat onderzoek loopt nog altijd echt door de ernst van de zaak. Ja, zeker. We beschouwen het als een poging tot moord. En we gaan ervan uit dat het ook bewust bedoeld was voor deze vrouw, omdat de dader haar duidelijk achter het raam kon zien zitten. Het leek puur persoonlijk. Ze is vrij snel na die nacht vorig jaar ook vertrokken uit dat huis, omdat ze zich daar niet veilig voelde. En we hopen dat kijkers ons vanavond alsnog kunnen helpen bij het oplossen van die aanslag op haar leven en het vinden van de schutter. Nou, we gaan ons best doen. Dank mevrouw Van Pelt. En voor u thuis, er zijn een aantal mooie concrete sporen. Want zo is er dus onlangs besloten om een compositiefoto van die schutter te laten maken. De man die heeft geschoten is blank, zo'n 20 tot 30 jaar. Hij is tussen de 1,70 en 1,80 lang. En dat zien we ook, hij heeft een smal gezicht en vrij lichte ogen. Verder droeg hij zwarte kleren en een zwart petje of mutsje. En er is ook iets van hem gevonden. Want een dag na de aanslag werd op een parkeerplaats aan de Empelseweg, hemelsbreed maar een paar honderd meter van de plek van de aanslag vandaan, een scooter gevonden. Waarschijnlijk die van de schutter. Van de witte Piaggio Vespa was de tankdop weg. Hierdoor was alle brandstof weggelekt. Mogelijk legt iemand door die Vespa de link naar de schutter. Die had dus na 15 september vorig jaar die Vespa opeens niet meer. Ja, tip als u weet wie deze man is of het vermoedt. En daarnaast helpt het ook als u iets vertelt als u vermoedt waarom juist deze vrouw blijkbaar doelwit van iemand was. En u kunt daar ook vertrouwelijk iets over vertellen. Bel 079-345-8999 wanneer u liever een vertrouwelijk gesprek met het team Nationale Inlichtingen wil.